En nog steeds een familiebedrijf. Ja. Ja. En dat jullie ook zo houden. Ja. Waarom? Ja, omdat wij zien al 300 jaar ondernemerschap in het bier. En we zijn ooit begonnen eigenlijk als een boerenbedrijf. En daar is een brouwerijactiviteit aan vastgeknoopt op een gegeven moment. En die boerennuchterheid, die boerenslimheid zit er nog steeds een beetje in. Ja, Peer. Welkom. Ja. We gaan het hebben over het familiebedrijf Swinkels. Want het bestaat, we zagen net in het filmpje, al heel erg lang, hè? Ja, 300 jaar dit jaar. Dus we hebben het groot gevierd. Ja. En eind april, begin april. En we hebben natuurlijk fantastisch koningin Maxima op bezoek gehad. Dat was een geweldig evenement. Dus. Ja. En nou drink ik de Swinkels, maar ik ken eigenlijk alleen maar Bavaria. Ja, nou, Swinkels is eigenlijk ontstaan in 2007. En het idee liep ik al veel langer mee rond. Want eigenlijk in 1999 was ik einde van mijn studententijd. Toen was ik op bezoek samen met een neef en twee nichtjes bij Freddy Heineken. We hadden onszelf uitgenodigd vanwege het millennium wat eraan kwam. Ja. Een boekje uitgaven. We hadden onszelf uitgenodigd bij onze grootste concurrenten. Bij Thijs Brandt en bij Andries de Groen van Grols en bij Freddy Heineken. En bij Freddy Heineken hebben we 3,5 uur gezeten. En heel veel verhalen natuurlijk gehoord over hem. En hij vertelde een aantal dingen. En een van de dingen die hij zei is van... vroeger zat ik in de klas bij de jongens van Amstel in Amsterdam. Dat was toen nog gescheiden, ja. Amstel en Heineken. En hij vond eigenlijk die jongens van Amstel... Want Amsterdam, of Heineken was een beetje... waren zeg maar, de gewone mensen in Amsterdam. En de Amsteljongens, dat waren de bierbaronnen in Amsterdam vroeger. En hij had ontzettende bloedhekel aan die jongens van Amstel, vertelde hij. Want die waren nogal arrogant... He, dus hij heeft op een goede dag gedacht van, weet je wat, ik wil die Amstelbrouwerij kopen. En dan positioneer ik het merk Heineken boven Amstel. Kijk. Dat is echt wat erachter zat. En toen vertelde hij van, joh, ik ben eigenlijk jaloers op jullie naam. En toen zei hij, jaloers op onze naam. Heineken is natuurlijk wereldwijd beroemd. En toen zei hij, ja, nee, maar Heineken is eigenlijk een hele lelijke naam. Want Heineken komt van handje, handje ophouden. Hendeke in het Nederland, oud-Nederlands. Een soort bedelaar. En toen zei hij van, ja, jullie naam is Swinkels. Dat is een geweldig naam voor een biermerk. Swinkels swingt en klinkt door alle talen goed. En dat zei Freddy Heineken. Ja, en toen reed ik naar huis toe met mijn oranje Ford Escort. En toen dacht ik van, goh, als ik ooit bij het bedrijf kom werken... Dan introduceer ik het merk Swinkels. En dat is het tweede, dat is even gebeurd, maar dan positioneer ik het wel boven Heineken. Dat is het verhaal achter het merk Swinkels. Kijk, nou, dat bestaat nog steeds. Een premium merk noemen we dat dan, toch? Wij noemen het een superior pilsner. Okay, want sorry. Premium, dat is al een beetje, zeg maar, dat is alweer gewoon geworden. Ja. Jij bent bij Bavaria of bij Swinkels terechtgekomen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, hè, geloof ik, binnen de familie. Nee, het is niet, want de familie is groot. Ja. Ik ben van de 7e generatie... Maar de 8e generatie is ook al zeg maar aanstormend. En zelfs de 9e generatie is al geboren. Dus er zijn er heel veel. Ja, en dat is begonnen wanneer ook weer? We zagen net het filmpje. Ja, 1719 zie je hier in het filmpje. Maar eigenlijk is het bedrijf wat ouder. Het kwam ons natuurlijk niet zo goed uit toen wij 300 jaar wilden vieren. Dus we hebben maar 1719. Dat staat namelijk op het merk Bavaria. En wij zijn namelijk lange tijd van uitgegaan dat 1719 het jaartal was waar we begonnen. Maar het is eigenlijk 1680. En daar is een oom van mij ooit, denk ik, 1 jaar of 12 geleden achtergekomen. Of 15 jaar geleden. Maar dat hebben jullie maar niet te groot gemaakt. 1719. Nee, 1719, dat is toch nog steeds het jaar. En nog steeds een familiebedrijf. Ja. 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 En dat willen jullie ook zo houden? Ja. Ja. Waarom? Ja, omdat wij zien al 300 jaar ondernemerschap in het bier. En we zijn ooit begonnen eigenlijk als een boerenbedrijf. En daar is een brouwerijactiviteit aan vastgeknoopt op een gegeven moment. En die boerennuchterheid, die boerenslimheid zit er nog steeds een beetje in het bedrijf. En ja, dat hebben we steeds verder kunnen uitbouwen over generaties heen. Dus wij zien geen reden in de consolidatieslag van onze sector om zeg maar daarvan af te wijken. Want juist de laatste 20 jaar, waarin de consolidatie echt pas heeft plaatsgevonden in de biermarkt wereldwijd... De grootste werden nog groter en namen nog grotere over. En dat het juist wij in die laatste 20 jaar nog succesvoller konden worden. Dus wij zien geen reden om van dat pad af te wijken. En als je door de historie heen gaat, hoe zou je dan de verschillende fases willen typeren van het bedrijf? Het was natuurlijk eerst allemaal heel lokaal, neem ik aan. Ja. Echt gewoon, je hebt het wel eens verteld, er is toch echt zo'n huis met... Een stamkroeg en een tap in het midden of zo, daar begon het allemaal. Dat was een boerderij en daarnaast een kleine brouwerij. Je zou het eigenlijk kunnen zien als een craftbrouwerij van 100 jaar geleden. En
toen heeft mijn overgrootvader, die heeft in 1924 samen met zijn drie zonen besloten, we gaan een pilsbrouwerij bouwen. Het heette ten daar zeggen mensen, pilsbrouwerij is toch heel normaal? Maar 100 jaar geleden dronken wij in Nederland eelbier en geen pilsbier. Dat is dus, dat hele donkere wat, ja, dat, wat dat, in Engeland. Dat licht donkere bier uit, wat je uit Engeland kent. Ja, zonder schuimkraag, dat dronken wij in Nederland ook. En toen was mijn overgrootvader met zijn drie zonen een van de eerste die zei van wij gaan investeren in dat nieuwe product waar wij in geloven. Het frisse, doordrinkbare pils. En dat was een grote beslissing, want hij moest zijn hele spaarkas leeggooien. En uiteindelijk was dat de innovatie die een succes werd in Nederland. En dat is ook de eerste stap naar, zeg maar, van de sterke lokale naar een regionale rol die we maakten. En daarna kwam de nationale uitbreiding. En toen in het begin jaren 70 is mijn vader begonnen binnen het bedrijf met de export. Dus de internationalisering van het bedrijf. En inmiddels zitten wij in een fase in mijn generatie dat we meerdere landen, meerdere thuismarkten met eigen brouwerijen, dus een multinationalisering, slag aan het maken zijn. Want die export, dat was zeker geen vanzelfsprekendheid volgens mij. Nee, mijn vader die kwam terug van zijn studententijd en die begon in Lieshout. En het was in die tijd een beetje gebruikelijk. Mijn vader komt uit een gezin van 15 kinderen. Dus die 15 kinderen die werden allemaal een beetje gericht op een bepaalde opleiding gestuurd door mijn grootvader. Want we hadden van alles nodig natuurlijk. Maar mijn vader was nummer 13 in het gezin. Dus op een gegeven moment was wel een beetje klaar met de opleidingen. Maar er had nog één ding moest nog gebeuren. Er moest iemand verstand hebben van belastingen. Want die betalen we namelijk ook een hoop. Ja. Dus mijn vader werd naar Rotterdam gestuurd en ging economie studeren. Kwam terug in het bedrijf. En toen werd hij eigenlijk door mijn grootvader op de boekhoudafdeling geplaatst. Nou, iedereen die mijn vader kent, die weet dat hij allesbehalve een boekhouder is. Dus uiteindelijk kwam hij na een paar maanden daar gewerkt te hebben, kwam hij erachter dat er een meneer werkte, dat was onze procuratiehouder. En die meneer die verzamelde postzegels. Die kreeg uit heel de wereld brieven. Die brieven werden in de prullenbak gegooid, want die postzegel werd er van afgeweekt en nam die mee naar huis. En op een goede dag is hij naar die man toe gelopen en heeft hij gezegd, als je mij nou die brief geeft, dan mag jij de postzegel houden. En die is die brieven gaan lezen. En dat waren allemaal verzoeken van distributeurs uit allerlei landen in de wereld. Dus dat die ons bier wilden kopen. Dus door die meneer die met die postzegels is jarenlang de export niet doorgegaan. Nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dus, maar zo is mijn vader als eerste begonnen met het eerste land te bezoeken. Dat was Italië. En daar, vanuit daar, nu zijn wij het grootste importmerk in Italië. En dat is dus eigenlijk een hele lange historie. En zo hebben we uiteindelijk in 120 landen nu distributie. Met soms eigen brouwerijen, soms via andere brouwen enzovoorts. Dus het is natuurlijk helemaal geëxpandeerd op die manier. En het is dus niet alleen Bavaria, het zijn heel veel verschillende namen. Want hoe heet het in Italië bijvoorbeeld of in Frankrijk? Nou, daar in Italië verkopen we ook Bavaria, maar daarnaast verkopen we ook al onze speciaalbieren. La Trappe, maar ook bijvoorbeeld Rodenbach, 8.6, dat soort merken. Ja. Maar je kwam die tijd ook wel achter, volgens mij, dat Bavaria, dat was natuurlijk echt een Brabants merk, maar je studeerde in Rotterdam, ja. Dat Bavaria niet vaak op de tap stond. Nee, ja, tuurlijk. Toen destijds was het in de jaren 90, begin jaren 90, was het natuurlijk heel bekend beneden de rivieren, maar wat minder bekend naar boven de rivieren. En dat was al een persoonlijke frustratie die ik wel een beetje had. Hè, van als ik daar nog iets aan zou kunnen bijdragen, dan zou ik die stap wel willen maken. Dus dat is ook wel een van de belangrijkste motivaties geweest waarom ik uiteindelijk naar het familiebedrijf heen gegaan. Ja. En ze wilden je daar ook graag hebben? Want je was ondernemend genoeg? Gelukkig wel. Ja. Ja. Ja, dat is fijn. Maar hoe gaat dat eigenlijk? Is dat goed geregeld? Want ik kan me voorstellen, als de jaarcijfers een beetje tegenvallen, dat het niet altijd even gezellig is op een familieverjaardag. Nou ja, goed, dus er zit wel een constante drive achter. En ik zeg ook wel eens ooit het verschil tussen bij een multinational werken, waar ik vandaan kwam, versus een familiebedrijf, is dat je de aandeelhouder is niet anoniem. Als je bij een multinational werkt, dan de aandeelhouder staat zo ver weg, dan ben je niet meer bezig. Bij een familiebedrijf is het heel anders. Daar kom je de aandeelhouder elke dag tegen. Dus de druk om keihard te presteren is eigenlijk nog veel groter. Ja. En dus natuurlijk, we hebben natuurlijk een cultuur waarbij iedereen zich thuis moet voelen, onderdeel van de familie wil en kan voelen, zeg maar. Maar het is tegelijkertijd ook wel echt presteren. Ja. Dus geen vanzelfsprekendheid meer tegenwoordig om bij Swinkels te werken? Nee. Ook niet voor de opvolging? Nee. Hoe gaan jullie dat dan regelen, zoiets? Nou ja, dat is een heel proces waar je samen met de Raad van Commissarissen. Dus wat dat betreft is dat heel, zoals ieder ander bedrijf, of vele andere bedrijven, een Raad van Commissarissen die uiteindelijk de benoeming doen van de directie. Ja. En dat gaat in goede harmonie. Dat gaat in goede harmonie. Hebben we vorig jaar weer gemerkt. Dus. Ja,
Ja. Je mag voorlopig blijven, of hoe gaat dat? Hoeveel jaar zit je er dan? Nou, dat is zoals bijna bij een beursbedrijf, dat is een termijnen. Dus je wordt voor termijnen benoemd. Tenminste, ik ben voor een termijn benoemd. En dan uiteindelijk kan je herbenoemd worden, et cetera. Nog eventjes terug, want toen jij begon bij Bavaria, bij Swinkels, heb je ook heel veel in de marketing gedaan, heel veel campagnes gedaan. Want daar staat natuurlijk Bavaria heel erg onbekend. Ik kan me nog heel veel reclamefilmpjes herinneren. Zullen we daar eerst even naar gaan kijken? Ja. This is Don Johnson. Without... 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 Ja, dat was Don Johnson. En zo volgden er nog velen. En wat dan iedereen zich afvraagt is van dat redelijk kleine, nou ja, middelgrote Bavaria uit het kleine Nederland, uit Lieshout. Hoe komen ze bij die wereldsterren terecht? Ja. Ja, dat hoe ging dat bij John Johnson bijvoorbeeld? Nou, elke ster heeft zijn eigen verhaal. Bij Don Johnson was het zo, want het was in de tijd dat mijn vader nog marketing deed. Toen belde hij zelf op. En dat had te maken met het feit dat hij had een alcoholverslaving gehad. Hij was ervan afgekikt. Hij was toevallig in Amsterdam geweest. Daar had hij in een hotel in Amsterdam een alcoholvrij biertje besteld. Kreeg Bavaria alcoholvrij. En daar was hij zo van onder de indruk. En dat is niet gelogen dit. Was hij zo van onder de indruk dat hij dacht van, goh, daar wil ik wel reclame voor maken. Dus die belde gewoon op een goede dag op naar Lieshout. Echt waar? Ja, en die kreeg uiteindelijk de secretaresse van mijn vader aan de telefoon. Die werkt nog steeds voor ons, Yvonne. En Yvonne pakte op en die dacht van, Jezus, ik heb hier de grote ster van Miami Vice aan de telefoon. Ja. Dus die liep de kamer van mijn vader binnen en die zei van, ik heb Don Johnson aan de telefoon. Maar mijn vader had nog nooit naar Miami Vice gekeken. Die dacht dat het Donald Jones was, weet je wel? Die man met een brilletje op. Oh, van de Bros reclame. Ja. Nou, mooi. Ja, we kunnen volgens mij nog uren doorpraten over alle anekdotes. Maar daar hebben we eigenlijk geen tijd meer voor. We zijn al door de tijd heen. Er staat al van alles te knipperen op schermen. Maar eventjes tot slot nog even. 300 jaar bestaat het bedrijf. Het is groots gevierd. Koning Maxima was er. Jullie zijn koninklijk geworden. Ja. Hartstikke mooi allemaal. Maar bestaat het bedrijf over 100 jaar nog? Ja, als het erbij ligt wel natuurlijk. Ja. Ja. En is er dan nooit het gevaar dat je wordt overgenomen, ook al ben je een familiebedrijf? Of dat je dat zelf misschien wil? Nou, wij streven eigenlijk naar onafhankelijkheid. En dus dat is voor ons heel belangrijk. En dus wij hebben alles gericht op de continuïteit van de onderneming. We zijn niet een bedrijf wat gericht wordt op korte termijn resultaten. Ik zeg wel eens ooit, als het alleen over geld gaat in een bedrijf, dan ben je verrekkersarm. Dus wij zijn echt op de continuïteit gericht. Voor al onze medewerkers, klanten, onze aandeelhouder uiteraard en zo alle stakeholders in het bedrijf. Dus meer het stakeholderdenken wat wij in ons bedrijf willen nastreven dan het shareholderdenken alleen.